Olly, hat-trick gemaakt. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt lekker. Dat is altijd lekker. Als je de eerste helft ziet, dan begint het denk ik niet heel sterk. Dus als je dan een goede dieptebal krijgt en de keeper tikt me aan, dan is dat wel, hadden we wel even nodig, die 1-0. Laatste weken scoren jullie wat makkelijker dan in het begin van het seizoen. Waar ligt dat aan? Dat is lastig te zeggen. Ik denk dat we na het hele seizoen al kansen creëren. En dan vallen ze sommige wedstrijden niet inderdaad. In het begin van het seizoen een aantal keer. En de laatste weken wel, waar het aan ligt, dat is heel lastig te zeggen. Ik denk dat we naarmate we meer punten pakken, dat we ook wel lekker wat ontspannender voorin met de kans omspringen. En dat was vandaag denk ik wel te zien. Vind je de 5-0 uiteindelijk een terechte afspiegeling van de wedstrijd? Ja, zeker wel. Ja, ik denk eerste helft, alhoewel het eerste kwartier niet sterk was en we het onszelf denk ik wat lastig maakten. Na die 1-0 voetbal je denk ik heel goed en creëer je veel kansen en beloon je jezelf. En ik denk als je nog wil en je de tweede helft het soms iets simpeler houdt, dat je dan nog hoger uitslag kan neerzetten. Maar ik denk dat dit wel juist de afspiegeling was van de verhoudingen. We hadden de trainer hier net voor de camera en die sprak uit: kampioen worden en halve finale van de beker is het doel. Ben je het daarmee eens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Ik denk dat dat een mooie doelstelling is. We hadden je een paar weken terug ook voor de camera. Toen gaf je aan dat je nog wel eens kijkt. Ga je vanavond weer kijken naar het interview en de samenvatting? Ja, zeker. Ja, ik kijk altijd naar de mediatuin is het, hè. Ja, ja, ja. Dus sinds vorig jaar, halverwege vorig seizoen, kijk ik altijd de samenvattingen. Dus doe je het hartstikke mooi.